Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe rekenles. Vandaag gaan we het weer hebben over breuken. Gisteren heb je daar je allereerste les over gehad. En vandaag gaan we kijken of dat het aflezen van breuken in een cirkeldiagram zou gaan lukken. Als het goed is, kun je dus aan het einde van dit instructiefilmpje een breuk aflezen in een cirkeldiagram. Voordat we daarmee gaan starten, gaan we eerst nog even terugblikken op gisteren. Want weten we het nog? Waaruit bestaat een breuk? Hoe schrijf je die breuk op en hoe spreek je die breuk uit? Ja. Je ziet hier een aardbeienvla, aardbeientaart. En die taart die is verdeeld in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stukken. Dus de noemer van de breuk, het onderste getal, is de 8. Achtste. Nou, van deze aardbeientaart heb ik nog 1, 2, 3, 4, 5 stukken. Dus ik heb nog 5 van de 8 stukken. De teller staat boven, de breukenstreep in het midden en de noemer onderaan. De breuk die bij deze vla hoort is dus 5 achtste. En die klinkt ook nog eens als volgt. En die horen we natuurlijk niet. Hopelijk nu wel. 5/8. Juist, je had hem van mij al gehoord, maar soms is het ook fijn om het nog even van iemand anders te horen. We gaan door naar de volgende. Hoe zat het ook alweer met helen? Ik heb hier een brood. En bovenin heb ik 1 hele brood. En onderin is daar al wat vanaf. Nou, het brood is verdeeld in 1, 2, 3, 4, 5, 6 stukken. En 4 van de 6 heb ik nog. 1 hele plus 4 zesde. Klinkt als 1 4 zesde. 1 4 zesde. En dan gaan we naar, ja, wat maken we hier van? Chocolade met nootjes? Crackers? Maak er iets lekkers van. Ik zie daarvan 1 hele, nog een hele. Dat zijn er al 2. En de derde is verdeeld in 1, 2, 3 stukken. En daar heb ik er nog 1 van. 1 van de 3. Oftewel, 2 hele en 1 derde. Klinkt als 2 1 derde. 2 1 derde. Weet je het weer? Weet je weer hoe je de breuk opschrijft? Weet je weer hoe je het uit moet spreken? En weet je weer hoe dat je eraan kan komen bij een plaatje? Vandaag gaan we breuken aflezen in een cirkeldiagram. Het is handig om breuken te kunnen aflezen van een cirkeldiagram, zodat je weet welke breuk dat het is. Nou, net hadden we bijvoorbeeld de aardbeienvla of de aardbeientaart. En dat ziet er echt wel eerlijk gezegd lekkerder uit dan een cirkeldiagram. Maar het principe is hetzelfde. Je ziet hiernaast namelijk ook een cirkeldiagram. En de cirkeldiagram is verdeeld in 7 vakken. Tel ze maar even. En 5 van de 7 is gekleurd. Dus de breuk die bij deze cirkeldiagram hoort, is 5 zevende. Nog een klein stukje herhaling. Wat is een breuk? Een breuk bestaat uit een teller en een noemer. De teller geeft aan hoeveel. Die schrijven we bovenaan. Dan komt er een breukstreep. En daaronder de noemer. Zo noem je de breuk. 5 zevende hadden we net. Dus 5 geeft aan hoeveel van de 7. En zevende is de noemer. Aflezen van breuken. Je telt eerst in hoeveel gelijke delen een cirkeldiagram is verdeeld. In het voorbeeld hiernaast zijn dat er 5. Daarna ga je tellen hoeveel delen zijn gekleurd. Dat zijn er 3. 3 van de 5 delen zijn gekleurd. De breuk die er dan bij hoort is 3 vijfde.
3 van de 5. Want weet je nog dat je de breukstreep ook om kon zetten in woorden? Dan betekent het van de. Het ziet er dan eigenlijk zo uit. 3 van de 5. 3/5. Klopt de uitspraak? Er is meer dan 1/6 deel gekleurd. Is dat waar of is dat niet waar? Nou, dan gaan we even kijken. Ik zie 1, 2, 3, 4, 5, 6 delen. 2 van de 6 zijn gekleurd. Klopt dan de uitspraak, er is meer dan 1/6 deel gekleurd? Ja, want er is 2/6 deel gekleurd. En 2/6 deel is meer. Volgende. Er is meer dan 5/8 deel gekleurd. Gaan we weer tellen. De cirkeldiagram bestaat uit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stukken. 8ste dus. Van die 8 zijn er 1, 2, 3, 4 gekleurd. Dus 4/8 is gekleurd. De uitspraak is, er is meer dan 5/8 gekleurd. Is die uitspraak dan waar of niet waar? De uitspraak is niet waar, want... Vier-achtste is minder dan 5/8. En je hoeft daarbij alleen maar naar het bovenste getal te kijken, de teller. 4 is minder dan 5. Gaan we naar de laatste uitspraak. Is die waar of niet waar? Er is minder dan 2/4 deel gekleurd. We hebben 1, 2, 3... 4 delen. 2 van die 4 zijn gekleurd. Klopt dan de uitspraak, er is minder dan 2/4 deel gekleurd? Die uitspraak is niet waar. Er is niet minder en ook niet meer dan 2/4 deel gekleurd. Want we hebben precies 2 van de 4. 2/4 deel. Nou, nu aan jullie. Welke breuk is hier weergegeven in het cirkeldiagram? En hoe weet je dat? Ga maar eens nadenken. Hoe weet ik dat van het eerste cirkeldiagram? Weet je het nog? Je gaat eerst kijken in hoeveel gelijke delen de cirkeldiagram verdeeld is. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ga je kijken hoeveel delen zijn er gekleurd. Dat zijn er 1, 2. De breuk die hierbij hoort is dus 2/5. 2 van de 5. Had jij dat ook? Super knap. Mag je deze ook zelf doen? Welke breuk is er weergegeven met het cirkeldiagram? Het cirkeldiagram bestaat uit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stukken. Van die 8 zijn er 1, 2, 3, 4 gekleurd. De breuk die hierbij hoort is dus 4/8. 4 van de 8. En de laatste.
De breuk is verdeeld in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stukken. Van die 7 zijn er 1, 2, 3, 4 gekleurd. 4 van de 7. De breuk die hier dus bij hoort is 4 zevende. Als je dit ook alle drie goed had, super knap, dan denk ik dat je het wel snapt. Vind je het nog lastig? Kun je dit filmpje zo vaak opnieuw kijken als je zelf wil. En natuurlijk kun je je eigen juf of meester ook altijd inbellen voor extra uitleg. Hij is even aan het draaien. Maar eigenlijk komen hier dadelijk voorbeeldoefeningen. Jullie gaan zo meteen, kijk daar is hij al, zelfstandig aan de slag met wat je net geleerd hebt. Dus je gaat breuken aflezen uit de cirkeldiagram. Kijk goed naar de vraag die gesteld wordt. En kijk goed naar de cirkeldiagram. Uit hoeveel delen bestaat die? En hoeveel van die delen zijn er gekleurd? En dan kun jij antwoord geven op de vraag. Of kijk goed naar het plaatje en vul in welke breuk erbij hoort. Dan moet je zelf heel goed gaan nadenken. Even uitleg over de symbolen hieronder. Er staat 1 tweede. Dat wil niet zeggen dat je breuken dan 1 tweede is. Dat wil zeggen dat je alleen een breuk wil opschrijven. Kies je voor het eentje wat blauw is nu. Dat betekent dat je als antwoord een hele opgeeft. En wil je als antwoord een hele met een breuk opgeven, dan kies je het rechtersymbooltje 1, 1, 2. Dat betekent namelijk een hele met een breuk. Kijk, de linkerkant 1, 2. Dan geeft het programma meteen een breuk aan. Kun jij de noemer en de teller zelf invullen. Dan 1 hele kun je gewoon 1 getal invullen. En wil je een hele met een breuk, dan kies je het rechtersymbooltje. En dan heb je de hele wat je in kunt vullen, plus de teller en de noemer. Jullie gaan aan de slag. Heel veel succes. En bij vragen horen wij jullie natuurlijk hartstikke graag. Tot morgen!